Jurgen Mathij komt van Excelsior naar Sparta en je wilde hem al heel graag erbij hebben, toch? Ja, laten we vooropstellen dat Jurgen in het verleden al bij Sparta heeft gespeeld. Ja? Maar Jurgen is een speler die de afgelopen 5, 6 jaar heeft laten zien dat hij een van de steunpilaren is geweest van Excelsior. Samen met misschien Kolwijk en Bruins. Maar ja, het is een jongen waarvan wij denken, gezien zijn ervaring en met name zijn fysieke kracht en ook zijn voetbalkwaliteiten, dat hij iets toe kan voegen aan Sparta. Was het lastig om hem hier naartoe te halen? Ja, nogmaals, dat zie je, maar daar hebben we er ook zo lang mee gewacht. Dus het is een speler die gewild is, zowel in binnen- als buitenland. En dat hij dan voor Sparta heeft gekozen, met name voor het binnenland, daar ben ik heel blij mee. Want er waren absoluut nog andere opties voor hem. En ja, maar hij wil toch graag in Rotterdam blijven. En hij vindt Sparta een mooie club, dus wat wil je nog meer? Dan heb je qua andere centrale verdedigers nog Bart Vriends. En je hebt Buitens nog. Wil je nog meer centrale verdedigers erbij? Nee. We zijn nu op zoek naar versterkingen op posities waar we denken waar we ons nog kunnen verbeteren. Maar keeper, denk ik. Nou, we zijn best wel tevreden met Coremans en Fabri. Maar op het moment dat een buitenkansje zich voordoet, dan gaan we daar natuurlijk wel serieus over praten. Want dat geldt hetzelfde voor onze voorwaartsen. Ben je nog bang voor eventuele sentimenten bij supporters? Van ja, die jongen komt toch van Excelsior. Excelsior Sparta ligt niet zo heel erg lekker hier. Of valt het allemaal wel mee? En is iedereen het vergeten als je gewoon 3 wedstrijden goed heeft gespeeld? Ja, laten we even opstellen dat Jurgen gewoon al een Sparta verleden heeft. Ja, dat is best wel belangrijk. Aan de andere kant, op het moment iedereen heeft kunnen zien dat Jurgen gewoon bij Excelsior een van de steunpilaren was. Ja, en mede dankzij hem zijn ze al die jaren in de Eredivisie gebleven. En dat de jonge Eredivisie wil blijven spelen, denk ik dat supporters van Excelsior hem dat gunnen. En onze supporters die bij Sparta, gezien zijn Sparta verleden en dat hij het goed heeft gedaan bij Excelsior. Ja, dan denk ik dat het wel mee gaat vallen. Zeker als hij de komende weken, maanden laat zien wat hij waard is.